Vorige week nog een vangnet was voor Racing, is het vandaag erop of eronder. En toch lijken de Limburgers minder gespannen dan afgelopen zondag. Genk mist door een schorsing. Domenico Olivieri. Hendricks is weer beschikbaar. Van Gronsveld is de vrije verdediger. En Suleiman Oulare speelt weer mee van bij het begin. Harelbeke wil voetballen voor wat het waard is. Een beetje tegen de stroom in, want het Forestierstadion is voor bijna 70% blauw-wit gekleurd. Net geen 6 minuten gespeeld. Toch wat zenuwen bij Genk, heb ik de indruk. Niet meteen bij machten om Harelbeke naar de keel te grijpen. Dit is al de tweede hoekschop voor Harelbeke en dat is een goede kans. De bal ging ernaast. Dimitri Mitschkov was het. Stroepar knap aangepakt. Gudjonsson moet zelf gaan. Tordur Gudjonsson. Maakt hij dat ook af? Moet de Tollenaren nog uitspelen? Dan Oulare in één tijd tegen Del Tour. Krijgt een tweede poging. De hand van de vlieger. Vijfde of zesde hoekschop al voor Harelbeke met Kubik. En die bal wordt knap doorgekopt door Del Tour en van de lijn gehouden. Door Mark van Gronsveld. Genk door het oog van de naald. Oulare trekt naar het front. Goede positie voor een vrije trap. Zeker met Branko Stroepar achter de bal. De muur staat goed. Daar komt de Kroaat. Goed aangesneden. Oulare ging liggen. Claimt een penalty. Hendricks. Goed schot. Origi. Draait de bal naast. Iets meer dan een half uur gespeeld. Geduw en getrek in de 16 van Harelbeke. En dat is de goal van Suleiman Oulare. Nam die bal volley met binnenkant rechts en Racing Genk 0-1 voor. En virtueel landskampioen. Of is dat nog een beetje vroeg om dat te zeggen? Oulare, doorschietbal van Stroepar, vol op de schoen. 0-1. En dit is een bevrijding natuurlijk. Nauwelijks een minuut na de goal van Genk, een vrije trap met Lamers. Gronskerende bal. Brockhauser was er niet gerust in. Veel meer geluid in het stadion. Corner met Gudjonsson krijgt die bal snel weer terug. Kan opnieuw inspelen. Beter nu. Oulare met de kopbal en de vlieger met één vuist. Als het moet, dan komt hij wel los van Kurt Del Tour. Dat was bij de goal zo. Wat ging die bal er verschrikkelijk hard in toen. Dit was een goede kopbal via de grond en nog een reactie, een goede van Geert de Vlieger. Origi kan, onzuiver gepaast. Probeerde de bal tussen twee Harelbeek-spelers door te sturen. Zwak concept door Verhoenen, zwak gecontroleerd door Origi. Maar daar komt Wilfried Delbroek met zijn bekende loopstijl. Bal komt bij Stroepar met het schot, Branko Stroepar. In een flits kan het gebeurd zijn, als hij kan uithalen. Het was niet te makkelijk. Moest even achteruit om die bal aan te pakken. En trapte dan ook maar meteen met hetzelfde been. Hij trapt met Stroepar en Hendricks. Stroepar vrij. Dan moet de bal daar ook naartoe. Zet voor met zijn rechter. Weggekopt Arkadiusz Kubik. Delbroek opnieuw naar Stroepar. Nog altijd vogelvrij. Betere voorzet en dan Oulare. Knap gedaan. Weer binnenkant rechts. Mooie actie van het gouden duo van Racing. De gouden schoen en de profvoetballer van het jaar. Maar het blijft voorlopig nog 0-1. Na iets meer dan 7 minuten spelen in de tweede helft. Hendricks. Stroepar. Diatel. De vlieger. Was gevaarlijk. Oulare probeert het vrij snel. Het scheelt weinig. Foutje van Geert de Vlieger. Die bal iets te haastig en niet zuiver genoeg wegspeelde. Kwam exact in de voeten van Suleiman Oulare. Controle en dan de rechter. Maar naast. De broek verlengd. Wat Oulare deed rook naar handspel. Dit is de 2-0 met Gudjonsson. Racing Genk. 0-2 op voorsprong. En weer een doelpunt dichter bij de allereerste landstitel. Die aanval liep vrij makkelijk.
door het centrum. Het ging als door boter eigenlijk. En dan plots die bal voor de linker van Tordur Gudjonsson. Het stadion in blauw vuur en vlam. 0-2. Nog 19 minuten. Kubik. De andere Kubik van Lukas. Naar deze Arek. En dat is een mooie goal. Worstelde zich, friemelde zich langs Chris van Geem. En maakte een heerlijk doelpunt. Schiet keihard in de bovenhoek. Buiten het bereik van Brockhauser. 6 minuten voor tijd is het 1-2 geworden. Door een goal van Arkadiusz Kubik. Drie minuten voor tijd en Genk heeft er ondertussen een trainer bij, Domenico Olivieri. Delbroek. De vlieger is nog niet afgelopen natuurlijk. Verhoenen kopt in de handen van Brockhauser, zo zie je maar. Met nog 2 minuten te spelen. Baudry. Ja! Einde van de wedstrijd. België heeft een landskampioen en het is Racing Genk. Voor het eerst in de geschiedenis wint Genk in Harelbeke in de allerbelangrijkste match die ze hier ooit gespeeld hebben. Emeon Teunis met zijn assistent Pierre Denier, Tony Greco erbij. Het is binnen voor Racing. De eerste Limburgse landskampioen. Bijna 11 jaar na de fusie tussen Waterschei en Winterslag. En laten we het niet vergeten, tot de zomer van 96 nog in tweede. Dit is hun derde seizoen eerste klasse. Na een 8e en een 2e plaats, nu de titel. En dat moet verschrikkelijk lekker smaken. En wat moet dat in Genk worden? Daar zijn ze nog met zoveel meer. Racing Genk, landskampioen. 1-2 gewonnen. In Harelbeke.